dat is die passie van ja, jou. Ja, daar kan ik niks aan doen. Nee. Maar vaak zien mensen alleen zeg maar, de persoon op het ijs. Ja. Maar weet je het hele verhaal bijvoorbeeld erachter niet. En dat nu zien ze het. Dat is soms zo jammer. Nu zien ze het wel hoe je bent. Ja. Oh, zagrijnig wijf. Het is echt goed wijf. Wat moet hij nou? Zit hij ook nog een M in de auto te maken? Yo. Is goed vriend, kom eraan. Hi. Hey. Nou, eindelijk. Kon je geen dikkere auto, vind je dan? Hoe is het? Hey. Oh, gelijk kussen. Lekker te zien. Dat begint wel goed, hè? Ja, goed, hè? Ik heb daar water voor je, Sjoerd. Oh, top. Zo, je wordt wel lekker rustig hier, niet? Ja, goed, hè? Godsam. Je verdient wel aardig, hoor. Zo, dat is mijn ouders huis. Waar oh, ja, ja, las ik, hè. Overgenomen. Wat is dat dan? Boompje. Ik draai hem wel eens. Dat was de boom van Koen. Ja, maar je kan echt zo erachter. Nee, ik kan niet. Deze is veel te groot, deze auto. Nee joh, je komt er toch ook doorheen? De voorkant? Ja, de achterkant is dikker. Heb jij toch ook? Maar begin gewoon. Oh, ik zit... er ligt een kabel daar, zie je dat? Er zit zo'n kabeltje ligt daar. Ja, ja. Elektriciteit voor de hond of zo. Ja. Ja, hè? Anders loopt hij weg. Ja, 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 ja. Die moet ik ook, doen, man. Oh ja? Ik heb die hond, ik heb zo'n poort, maar iedere keer moet ik hem openbellen. Omdat de post aan de deur staat en zo, weet je wel. Als die hond, als die andere hond ziet, vliegt hij hem aan. Dus dan moet ik elke keer die poort dicht doen. Oh, maar dit is echt heel handig hoor. Alleen hier staat geen stroom op, maar ze hebben er wel respect voor. Ja? Ja. Heeft hij zo'n bandje om? Nee. Het is gewoon stroomdraad. Het zit gewoon daar vast. En dat zit gewoon bij het land met de paarden en zo. Zit dat, loopt dat allemaal zo aan elkaar verbonden. Meen je? Kijk, maar als ik er nu al weg ga, gaat die blok. Het is gewoon een veel te grote auto. Hij is groot, hè? Dik, hè? Godsamme, hé. Het is niet zo ver weg van mij, hoor. Nee? Nee, een uurtje jij woont in... Apeldoorn. Oh, hey. Schijnt de zon wel eens hier? Nou, je neemt al slecht weer mee. Godsamme, hé. Dit is dat niet normaal. Ik dacht, nou, het zou vandaag wel mooi weer worden. Ja, de ontschenen zon. Ik krijg hierheen alleen maar regen. Heb jij een manager? Ja, nou ja, ik heb nu ook weer een nieuwe. Koen. Ja, Koen deed het eerst altijd voor mij. Ook omdat ik niet echt heel goede ervaring heb met de managers die ik had, zeg maar. Nee. Dat was ik al een beetje van ja, ik weet het niet zo goed, want ik hier ja, een beetje dubbel. En wou ze je naaien? Ja, ook. Flippers. Ja, ook. Nee. Ja, maar, nee, ja. Nee, maar ook gewoon zeg maar dat ik gewoon, ja, gewoon niet een heel fijn gevoel. Nee. En toen kwam zij vanuit, zei Koen ook van ja, we doen het ook gewoon samen. Dus hij heeft toen heel veel van mij gedaan. Ja. En nu zit ik bij Stefane Cox. Die heeft vorig jaar bij Viaplay de F1 gepresenteerd. Oh, oké. Okay. En Christian Albers. Oh, ja, 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 ja. Dus zij zitten eigenlijk vanuit Monaco. Die zit je wel goed bij. Regelen zij. Ja, ze zijn echt net samen begonnen. Dus oh, zeg maar, jammer. Ja. Als kon je bij ons komen. Ja, zij zijn echt net samen begonnen. En toen zei ze van ja, omdat Danny van Poppel is vrienden met Koen. Ja. En zo zeg maar Stefane ook gezien en mee gesproken. En zei van ja, ik ga stoppen bij Viaplay. En ik ga nu samen met Christian nieuws beginnen. Wat ga je doen? Nou ja, zo zijn zij zeg maar gekomen. Oh, hun twee bedoel je? Wil je bij ons? Ik denk jij gaat wat nieuws doen. Nee. Hoe lang ga je nog door met schaatsen? Zoals het nu zeg maar, ik ben nu 28. Wow. Ik heb nu 3 Olympische Spelen gehad. Ja. Ik wil heel graag nog 2. Nog dus 2, ik hè? Zit nu zeg maar in weer een nieuwe Olympische cyclus. Ja. En vorig jaar was het na Olympisch. Nou, en nu is het dan weer een nieuw jaar. Dus het is, ja, ik wil graag nog wel ongeveer 35ste door. Ja. Dat is wel mijn doel. En dan paardje rijden? Ja. Ja, die hebben echt wedstrijden ook, paardrijden? Ja, dat heb ik wel echt heel erg gemist. Springen? Ja, het dressuur dat... Dat is niks, hè? Dat vind ik niks. Ik moet meer actie hebben.
Je houdt van snelheid, dus dan wil je ook springen. Ja, en ik vond het ook altijd echt superleuk. En super lang ook, nou ja, tot mijn 14e gedaan, gecombineerd. Maar ja, op een gegeven moment gaat dat gewoon. Hoe dan? Toch wel, hè. Ja, dat doe je elke hard, elke dag hard trainen. Geen elke dag, hè? Ja, tuurlijk. Vandaag maar deed jij het met voetbal? Deed je dat niet? Nee, heb je niet elke dag getraind? Nee, hoe niet? Wij hebben gewoon, omdat jij zoveel wedstrijden speelt, zeg maar. Ja. Dan heb je zeg maar vaak rust daartussen. Oh, tuurlijk. Maar in de winter, wat doe je? Ja. In de winter, gewoon winterstop heb je misschien nog 2 weken vrij. Maar doe je echt die 2 weken helemaal niks? Nou, dan moet je voor jezelf een beetje gaan rennen en zo. Maar heel veel spelers doen dat niet. Niet jouw ding. Ik heb 1 keer gedaan. Ging gewoon 1 keer rennen. Dacht ik, waar ben ik ermee bezig, joh? Ja. Doe normaal, dat ga ik nooit meer doen. Nee, maar dat hoeft ook niet. Maar jij bent wel nu weer vol aan bezig. Wat zei je? Maar die komt die cyclus zit je in? Nou ja, het is gewoon om de 4 jaar is natuurlijk Olympische Spelen. Ja. En afgelopen seizoen wereldkampioen 1500 meter geworden. Ja. Dat was echt wel een heel erg groot doel. En ja, langzamerhand ook meer mijn afstand geworden. Ja, want eerst was het 3000 meter altijd, hè? Ja. Maar wat is... Heb je goed ingelezen. Ja, ik heb even ingelezen, maar ik snap dan niet wat het verschil is tussen de afstand natuurlijk, maar ja. Wat is de intensiteit anders dan 3000? Ja, het duurt langer en zo, maar ik weet niet, hoe ga jij daarin dan? Want het is 1500, is kort, dus is het dan nog meer sprinten of wat? Of is het meer sneller? De 3 kilometer is ook eigenlijk meer een verlengde 1500 geworden. Alleen de 1500 moet je echt beginnen als een 1000. Dus het is in het algeheel is het gewoon, het moet allemaal sneller. Hmm. En ik kon nooit echt mijn kracht kwijt op de 1500. En je moet wel gedoseerd echt hard rijden. En je moet ook energie overhouden voor de laatste rondes. Yeah. En ja, door... Nou, ik heb nu ander materiaal, ik kan nu vol mijn energie, zeg maar, ik kan alles erin kwijt. Ja. En ik heb ook nog over de laatste ronde. Oh, okay. Dus in het algeheel ben ik daar echt wel sterk verbeterd. En het moet allemaal natuurlijk nog harder. Het is eigenlijk nooit, dat is ook wel in mij, voor mij is het is eigenlijk ook al nooit goed genoeg. Je afzet moet naar de zijkant, hè? Ja. Niet naar achteren. Heb je wel eens geschaafd? Ja, ik heb een keer meegedaan met sterren dansen. Oh nee! Oh, wil je niet zien? Dat zag er niet aan, joh. Zo stijf, hè? Oh, dan ga ik dat terugkijken. Nee, moet niet. Maar hoeveel rondes had je verder gekomen? Nee, moet je 2. Moest je kunstschaatsen toch? Moest je elkaar optillen, weet ik het dan. Maar allemaal gekkigheid. Maar was wel een leuk programma, hoor. Maar god, ik keek terug en ik denk, Andy, joh, we zijn weer bezig. Het ziet er echt niet uit. Ja, kunstschaatsen is ook natuurlijk een totaal anders dan lang. Ja, ook, maar sowieso, maar, ja. Waarom moeilijk. Ga je niet een keer, kom je gewoon bij ons en dan ga je met ons schaatsen met de familie. Echt? Ja, is toch leuk? Dat kunnen we ook een keer doen. Ik ben benieuwd wat jij kan. Maar ik ga mijn content schieten, gaan we gewoon een filmpje maken als ik met jullie ga trainen. Ja, nee, is goed. Met die alles. Ja, nou Enzo was dus laatst ook mee, dus ja, waarom jij niet? Gaat die best schaatsen, Enzo? Ja. Ja? Ja, best wel. Oh. Hij was in Insel, bij een trainingskamp in Duitsland. Oh, oké. Okay. Dus als je het leuk vindt. Oh, ik weet dan. Ja joh, het is leuk. Zijn we met het damesteam? Ja, je mag met het damesteam. Maar je was zo'n pakje aan, weet je wel. Ja, zo'n pakje trouwens. Ja. Hey, die corrigeert wel lekker hoor. Ja, denk heb ik wel nodig. Heb ik het zo'n pens. Zo'n pak, hè? Heeft dat ook nog verschil en zo? In snelheid of zo? Ja, tuurlijk. Het ja. Steeds, wordt het steeds dunner ook? Ja. Stop? Ja, het scheurt wel sneller. Scheurt? Ja. Oh. Is dat gebeurd, hè, van jou? Is wel eens gebeurd? Ja, je trekt het wel, zeg maar, kapot. Maar niet, dus niet geschud tijdens als je... Nee, dat gelukkig niet. Oh. Nee, het is, door de jaren heen is het natuurlijk wel sterk veranderd, zeg maar, verbeterd. En het moet elke keer sneller. Ja. En ja, er zijn heel veel... Ja, iedereen is mee bezig met aerodynamica, met om de pakken sneller te maken. Natuurlijk in alles verbeteren. Moet er steeds verbeteringen komen. En moet je dan ook verplicht... ondergoed of onder? Nou, we hadden altijd een pak. Vorig jaar hadden we ook een pak. En er was meer geel aan de achterkant. Ja, dan zie je gewoon... Als je goed kijkt, zie je gewoon je string op 100 meter afstand. Oh wel? Maar je moet gewoon geen zwarte string aan. Maar schudt dat niet dan als je gaat... Als je nee. Gaat, niet? Nee. Maar je moet het natuurlijk niet een hele dag aan hebben. Nee, maar ik denk als je die bocht zo die been over elkaar gooit, dan schuur je... Ja, dat zit niet lekker. Nee. Nee, helemaal... Kan je beter naakt ondergaan? Nee, dat is helemaal erg. Ja, schuurt het nog meer? Ja, sommigen zitten ook zeg maar zo te trekken, dan trek je gewoon het hele pak kapot. Alleen, ja, het zit niet lekker. Nee. Het is gemaakt om zeg maar zo te zitten.
iets, even om rechtop te staan. Is het wel eens gebeurd dat je een camel toe hebt? Of wat bedoel je? Ja, ook, ja maar ook, oh. Denk ook zeg maar dat die van achter schudden op premie. Nee, dat niet. Nee, dat niet. Maar ik heb wel eens gehad met een Nederland pak dat ik gewoon een zwarte string eronder had en dat je het gewoon echt compleet zo zag zitten. Ja, nee, dat schaam je wel. Zaten al die jongens achter je te schaatsen? Ja, ze zeggen, oh, je hebt een verkeerde string aan. Ja, ik weet het. Daar kan je niks aan doen. Ja, maar dat gebeurt toch ook? Dat gebeurt ook. Bij jullie, in jullie tak van sport, er gebeurt toch ook dit soort opmerkingen en zo? Is ja, natuurlijk. Maar vind jij dat grensoverschrijdend? Nee, maar het is ook meer omdat ik het zo gewend ben. Door de jaren heen ja. Is het gewoon. Weet je, maak je bij iedereen wel grapjes. Ja. En maak je maar ook mannen en vrouwen, maar ook vrouwen en mannen toch? Ja. Ja, dat is top. Ja, ja. Had je dat gezien, die Spanjaard? Ja. Vrouw? Kus? Wat zou jij doen als hij dat bij jou? Het is toch heel raar. Je weet dat zoveel miljoen mensen naar jou kijken en dan ga je op dat moment dat doen. Ja, zo'n kus vol op de bek. Ik zou het niet doen. Ik ook niet. Ik zou wel even een keer nadenken van nee. Zou ze een relatie hebben? Dat kan hè? Kan. Dat je vergeten is. Oh shit, ik ben op zo. Maar hij was echt blij. Hij was echt blij. Dan zag je maar, hij pakte zijn ballen en zo. Ja, ik weet het niet. Ja. Apart hè? Ja, ik zou het niet op dat moment doen. Nee. Maar ja, die Spanjaard. Dat had jij ook niet gedaan, toch? Nee, wat had jij gedaan? Ik stiekem altijd, maar niet gewoon. Ik slaat helemaal niks, ik ben gek. Kan ik knippenhuizen? Kan ik scheiden? Nee, ik doe gewoon stiekem, maar hij is wel. Ik scheid. Hij was zo blij, jongen. Ja. Maar, nou ja, goed toch? Hey, social media? Ben je een beetje social media? Nou, vroeger was ik echt wel. Ik dacht van, ik wil erbij horen, weet je wel. En ik wil heel graag dat ik. Meer volgers en daar was ik echt mee bezig. Ja. En dan zat ik echt soms te denken van, nu zit ik echt soms te denken van, wat doe jij, wat heb jij nou gedaan? Waarom? Ja. En nu heb ik het allemaal een beetje losgelaten. En het is zo vertekend beeld. Je laat eigenlijk alleen de leuke dingen zien. Ja. En de minder leuke dingen niet. En door doordat mensen alleen maar de leuke dingen laten zien, doe ik zelf ook hoor. Koen maakt super vette filmpjes en natuurlijk laat je dan zien wat je aan het doen bent, maar ik laat zelf ook niet vaak de minder leuke dingen zien, omdat ik dat natuurlijk ook een beetje privé is natuurlijk. Alleen krijgen de jongeren van tegenwoordig wel echt een vertekend beeld over het leven eigenlijk. Ja. Maakt het natuurlijk voor iedereen soms natuurlijk best wel onzeker en ik vind dat soms best wel dat zie je ook van dichtbij. Je het beeld geven. Ja, en ik ben nu niet echt meer met social media echt weer bezig. We zijn, ik vind het leuk om vette filmpjes te maken met Koen, zeg maar. Ja. Alleen, ik heb dat wel wat losgelaten. Ik heb ook in de winter heb ik geen Instagram op mijn telefoon. Oh, oké, dus gewoon seizoenen heb jij van. Ja, ik, heb ik geluk dat jij reageert dan? Het is jouw berichtje weer. Ja, maar echt. Ja, maar je reageerde wel laat, hè? Jezus, Mina. Ik zei, je moet even trainen. Ik heb je straks. God, want dan 2 weken later denk ik, laat maar een bericht sturen. Ja, ze is door naar huis gegaan. Alleen maar trainen. Ja, maar ik heb dat gewoon een beetje losgelaten. Ja. Je bent gewoon bezig met de dingen die je moet doen. En voor mij is nu op dit moment schaatsen heel belangrijk. In deze wereld is social media ook heel belangrijk. Ja. Alleen, dat is gewoon een beetje losgelaten. Mm. En Koen is wielrenner, hè? Ja, wielrenner geweest. Bij Groningen. In Groningen. Ja, ja, ik nu ook. Ik ga ook een beetje. Waarom is dat altijd? Wielrennen. Irene ook al, die doet ook. Ja, maar het is echt een goede trainer voor schaatsen. Oké. Als je bijvoorbeeld, je hebt wel bepaalde blokjes die je moet doen in een training. Als je bijvoorbeeld aan het fietsen bent en je moet 8 minuten hartslag 175 fietsen. En er hoort dan een bepaalde wattage bij, dus een bepaalde kracht die je uitoefent op je pedalen. En het is zoveel makkelijker om dat in een wedstrijd te doen met meerdere mensen. Dat je gewoon 1 uur lang of 2 uur lang in die zone zeg maar kan zitten. Ja, dat is dan zoveel makkelijker, maar ook gewoon zoveel leuker. Ja, natuurlijk. Je kan aan elkaar optrekken. Je gaat grenzen over die je gewoon eigenlijk alleen niet zo houden. Precies. Ja, dus mentaal is dat ook, hè? Ja. Dat is echt mentaal, hè? Ja. Apart, hè? Ja, dus dat is echt wel heel erg leuk. Ja. En dus dat ben ik dit jaar eigenlijk een beetje wat meer gaan doen. Ja. En ook omdat Koen het altijd gedaan heeft. En hij zegt, je moet ook gewoon dat gaan doen. Zo heb je hem toch leren kennen? Ja. Wielrennen. Ja, wij zaten, toen zat Sven Kramer schaatsen nog. En hij fietste veel met Sven. Ja. En toen zaten we met elkaar aan de keukentafel bij Sven om te gaan fietsen. En ik fietste toen nog wel veel met de mannen mee. Ja.
En toen zei van, toen dacht ik, oh, het, ik wist altijd al dat het een leuke jongen was. Alleen, ja. Had een vriendinnetje toch al? Ja, dat klopt. Dat was dus zo van, ik wil hier helemaal niks mee te maken precies. hebben. Alleen, we kwamen elkaar in 2012 een keer tegen. En was met een soort van verkiezing voor sporttalent van Friesland. Ja. En ik werd het. Maar hij was daar ook. En toen stuurde hij al zo'n berichtje van, kan je ook iets van dammen? Want ik moest echt een meisje om dammen. Ze kan je ook dammen? En ik dacht, ik heb er nooit echt op gereageerd. Ik denk, wat moet je mee? Dus allemaal een beetje gelaten en ik wist al, ja, had toen een zwaar ongeluk gehad. Maar ik had nooit echt van, ja, kom, leuk, heel leuk jongen, maar zo zeg maar een beetje ver bij mij. Ja, 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 ja. En toen hadden we eigenlijk wel een beetje met elkaar gepraat, altijd zakelijk. En dacht ik echt van, het is echt wel een leuke jongen. Nou, ja, weet niet, gewoon dat is toen ook heel snel gelopen. En nu getrouwd? Ja. Hoe lang al? Goed, hè? Nee, in mei een jaar. Ja, maar toen is het, toen we een relatie afgelopen mei? Ja. Oh, oké. Okay. Toen we een relatie kregen. Drie maanden en toen ben je getrouwd. Ja, maar drie dagen hadden we al, toen we een relatie hadden, hadden we drie of vier dagen relatie, toen hadden we onze eerste tattoo al. Dus ik heb zijn vingerafdruk hier gegraveerd, zo gebrand. Ja, zie? Nee, nee. Oh ja, ja. Kijk. Oh ja. Oh, die heb jij ook. Van Melissa. Oh, wat leuk. Ja, apart, nou, hè? Nou, hoeveel dagen? Ja, ik heb er wel spijt van, hoor. Nee. Ik had het ook... Altijd. Ja. Dat is altijd. Die van mij ook. Maar zij zit heel veel met de handen in het water, omdat ze de kapster is. Yeah. Dus dat vervaagt een beetje, net zoals de liefde van haar voor mij. Dus, nee, maar je weet, drie maanden heb je jawoord in Valkenburg, was dat toch? Ja. Zat hij op een bruggetje in Valkenburg zonder ring, hè? Ja, zonder ring. Maar die heb ik later gekregen. Nee, dit was wel echt heel speciaal. En wij wisten het gewoon van elkaar van, dit voelt gewoon goed en dit is eigenlijk voor altijd. En dat gevoel had ik nooit gehad bij iemand of wat dan ook. Nee, dat is goed, is goed. Ik was ook na drie maanden zat ik bij mijn vrouw. Ja, maar dat is dus toch speciaal. Ja, en het is tegenwoordig normaal of niet normaal, zeg maar, dat je dat doet. Ja. Eerst moet je dan 2 jaar samen zijn en dan ga je een keer samen wonen. Ja. Via de normale regels, maar wie verzint de normale regels? Ja, ja. Lekker doen wat je zelf wil, maar je hebt niks met anderen te maken. Hoor. Nee, dus wij zouden trouwen, maar toen moesten we het uitstellen omdat de corona was. Ja. Ach, shit. Dus dat is wel jammer. Hoe lang train je nou per dag? Het hangt er wel vanaf wat voor training het is. Als we 's ochtends bijvoorbeeld 4 uur moeten fietsen, dan is het gewoon alleen die training op een dag. Maar als je bijvoorbeeld in de ochtend schaats, ben je zo 2 uur verder. En dan in de middag krachttraining of fietstraining. Of hangt echt vanaf wat voor training het is. Ja. Maar het is wel echt 6 dagen in de week, 2 keer per dag. Oh, man. Maar wel, ja, dat is... Ik vind het nog steeds echt super leuk. Ja. En ik ben nog steeds niet klaar in alles wat ik wil bereiken. Ja, en ik weet dat ik gewoon nog veel beter kan. Ja. En zo werk je daar jaar na jaar, stap voor stap, werk je daar naartoe. En ik ben super kritisch op mezelf. Mm-hmm. En ik ben echt super hard. En dan zeggen mensen ook wel van, oh, jeetje, wat kijk je zo grijnig. En ik ben gewoon heel serieus. Ja. En zo zit mijn gezicht gewoon. Ja, hè? Is dat zo? Perfectionist? Ja. Nou ja, ook op het ijs ook. Mensen die hebben ook van, wat kijken ze nou? Zagrijnig. Maar ik ben toch voor mijn race niet bezig met naar iedereen helemaal zwaaien en leuk doen. Ik denk, dat komt gewoon na de race. Tuurlijk, wel. Als je iets bereikt hebt dan. Ja, dus ik ben altijd best wel echt gewoon kritisch. En als ik het dan net niet, zeg maar, dan zegt mijn coach Jacori ook altijd van, ja, als je nou dit had gedaan, dan had je bijvoorbeeld de barenkool gereden. Of dan, zeg maar zo, hij is dan ook al kritisch op mij, maar ik ben er ook al mega kritisch. En dan sta ik dan weer voor de camera en dan zeg ik, nou, nu Antoinette is ook weer... Dat is die passie van jou. Ja, daar kan ik niks aan doen. Nee. Maar vaak zien mensen alleen, zeg maar, de persoon op het ijs. Ja. Maar weet je het hele verhaal bijvoorbeeld erachter niet? Nu zien ze het. Dat is soms zo jammer. Nu zien ze het wel hoe je bent. Ja. Van een zagrijnig wijf. Het is echt een wijf. Wat moet hij nou? Zit er ook nog een N in de auto? Maar het maakt er niet uit. Interesseert je dat wat? Eerder wel, toch? Ja, ik ben vroeger heel erg veel gepest. Ja, omdat je rood haar hebt. Ja. Dus ik was altijd anders. En op een gegeven moment, ja, dan ga je... Op jonge leeftijd al best wel oké schaatsen en paardrijden en dan ga je iets kiezen, zeg maar, of iets, dan ga je daar echt
je volle best voor doen om toch de bevestiging voor jezelf te krijgen van oké, weet je, ik ben wel ergens goed voor. Ik ben wel andere mensen. Genoeg. Ja. Dus het kan ook zeg maar een soort drijfveer geweest zijn voor jou. Ja, tuurlijk. Dus daarom het had voordelen en nadelen. Ja, daarom sta ik denk ik ook waar ik nu sta. Natuurlijk. Alleen, tuurlijk ben je er wel mee bezig van dan ben je bezig met hoe je dan kijkt. Maar dan denk je, waarom eigenlijk? Voor wie doe ik dat? Maar ja, tuurlijk. Je deed het voor die anderen, je deed het niet voor jezelf. Tuurlijk doet het je wel wat. Ja. Dan denk ik, weet je, het is altijd dat muurtje nog om me heen. Ja. Dat blijft toch altijd, denk ik, altijd wel. Ja. Jij kan er wat makkelijker om lachen, zo van, weet je, succes mee. Ik snap het wel. Maar ik vind het soms wel. Maar op een gegeven moment is het ook wel gewoon opdonderen. Weet je wat? Het is toch niet nooit goed. Ja. Snap je? Ja. Ik ook. Van de week had ik een filmpje over. Zat mijn zoon achter in de auto. Toen had ik wat gezegd over zijn moeder. Maar hij zat achterin. Maar zo ben ik gewoon. Dus mensen gaan dan reageren op dat filmpje. Van, hij is toch zijn moeder. Dit en dat. Maar weet je wat ik dan doe? Dan krijg ik dat toevallig te lezen. Doe ik gelijk zo. Plok. Doei! Ja. Ik ga niet eens reageren, gewoon plop wegwezen. Ja, kijk, je vindt mij niet leuk of wel. Je mag gewoon eens wat kritisch zijn, maar je weet wel hoe ik ben dan. Er zijn mensen gewoon die kijken gewoon één keer en dan, ze willen alleen maar kijken en kritisch zijn. Dan kunnen hun eigen ei kwijt. Maar dat is toch jammer? Ja. Maar als die persoon jou in het echt ziet, dan weten ze niet hoe snel ze een foto met je moeten maken. Daarom. Zo moet je ook lekker doen. Maar je bent daar wel al in veranderd, toch? Tuurlijk. Ja, hè? Allee. Goed zo. Lekker door. Tuurlijk. Scheid en alles. Maar ik ben daar wel best wel hard in. En mensen denken echt van, die ziet arrogant of die kijkt arrogant. En dan denk ik, zo is het niet bedoeld. Maar er zit ook gewoon, ik ben ook helemaal emotioneel, maar er zit ook een hele lieve kant, hoor. Ja. Niet alleen maar wat je aan de buitenkant ziet. Dan gaan we. Hey, is die Jake Paul, heb je die al ontmoet? Hij is van deze week bij Ute. En is hij al op de ijsbaan geweest. Ja, want ik zag hem, ik volg hem wel, maar ik zag hem op de ijsbaan, ja. Ik denk misschien had je hem gezien of zo. Nee? Ja, het is wel, ik vind het wel grappig. Ja. Ja. Is een aardige kerel? Ja, ik heb hem niet echt gesproken, maar ik zie hun heel erg verliefd zijn. Dus leuk, dan toch? Is het altijd goed, toch? Is toch mooi? Ja. Komt die gek uit, waar komt hij vandaan? LA of zo, toch? Ik kom je nu hier in het Friesland met al die regen. Ga maar skiën, Shiel. Kom komt trouwens uit dit dorp hier. Oh, oké. Zijn ouders wonen hier. En hoeveel mensen wonen daar? Niet zoveel. Oh, allemaal familie? Koen heeft jou wel een beetje op het rechte pad gezet. Klopt. Gewoon hier qua mentaal en zo. Ja, ik heb wel echt heel veel aan hem gehad. Ja, mooi toch? Ja, en nog steeds hoor. Ja. Dat is wel voor mij echt wel mijn. En kindjes. Niet, hè? Kindjes. Nu niet. Hij wil heel graag. Ja. Maar hij is al 31. Hij is? Hij is 31, hij wordt 32. Dus ja, ik snap ook wel. Uh-huh. Zijn broer heeft al een kindje. Ja. Mila. En Mila is nu 6. En dat is echt zo leuk. Ja. Vroeger toen ze nog echt jong was, zei ik, Mila, ik hou van jou. En toen zei ze, wat is dat? En toen zei ik, dan vind je iemand lief met je hart. Ja. En dat moet ik dan zo, zegt ze nu ook, ik hou van jou. Ah. En dat is zo leuk. En ze vindt ook, ze vindt schaatsen ook heel leuk om naar mij te kijken. En het is wel echt heel leuk. Maar als je dat natuurlijk ziet, dan denk je echt van, dat is zo leuk. Alleen, ik ben niet zo egoïstisch dat ik dat kan. Ik kan niet, zeg maar, weg zijn. Nee. Als moeder zijn, als vader zijn, het is toch iets anders. Ja. En ik kan dat nog niet. Nee. En zover ben ik nog niet. En ik zou het wel heel graag willen. Het is al moeilijk, want jij moet nog presteren. Dus eigenlijk, jij zegt net, je gaat door tot je 35ste. Ja. Dus dan kan je daar niet tussendoor een kind krijgen, toch? Nee, je moet ook wel weer het geluk hebben dat je wel goed terugkomt. Hè? Ja. Je weet nooit wat na de bevalling. Het is best wel een ding. Volgens mij als vrouw zijn, maar ook met schaatsen, je hebt wel heel veel stabiliteit nodig. Heb je een klapkut? Straks heb je een klapschaats. Dat je ineens zo weer een zak je door de letterlijke verrulling door de aarde.
Dan scheet hij wel uit hoor, dat pak. Ja, goed, nou, dat moet je. Oh, ik had het niet. Nee, maar dat is best wel een probleem dan. Ja, maar dat is echt, maar je weet het niet. Ja, moet gewoon elk oefenen. Lichaam is anders. Ja, Koen moet gewoon oefenen voor de rest. Ja, gewoon even, ja, precies. Echt, Koen. Even richting Apeldoorn en zo is echt super mooi. Wij mountainbiken daar veel in Arnhem. Maar hier niet, op de... Ja, op de Veluwe. De Veluwe, ja. Ja, superleuk vind ik dat. Dan rijden we gewoon heen. Gebied, hoor. En dan gaan we daar fietsen. En dan gaan we pannenkoeken eten en dan aan iets anders. Ja, je verbrandt toch zoveel calorieën, ja. Dus dat maakt niet zoveel uit. Moet jij dan ook nu opletten op jouw dieet en zo? Nee, hè? Ja, nee, ja, je moet wel rekening houden met dat je genoeg koolhydraten binnenkrijgt. Ja. Omdat je, ja, je wil nog niet, je wil nog spieren opbouwen, je wil bouwen. En in de winter, ja, gaat het eigenlijk vanzelf. Want dan, ja, door reizen en door, ja, je moet, dan val je toch wel vanzelf af, zeg maar. Oké. Heb ik dan altijd. Oké, maar het is niet dat je zegt van, nou, ik moet vandaag dit eten, ik moet vandaag dat en dat mag ik niet eten, nee. Of wel? Nee, ik vind als vrouw zijn, dan moet je toch wel wat meer vet hebben, vind ik. Ik vind dat hele dunne en dat je net op dat randje zit, dat is echt niet goed. Nee, vind ik ook niks. Dus met ook bijvoorbeeld met, ja, voor een 1500 of 1000 of heb je gewoon ook wel weer wat meer spier nodig. Dus je bent sowieso überhaupt wel wat zwaarder, je hebt die massa ook wel nodig. Ja. Om die wattages weg te krijgen. Ja, ja, precies. Dus, voor mij is het wel belangrijk dat ik wat... Vlees. Ja. Ja. Ik hou er ook van. Ik vind het mager vind ik niks aan eigenlijk. Je moet gewoon fit zijn, weet je wel? Ja, gewoon lekker fit. En mager... Nee, dus je moet gewoon... Heel veel vrouwen hebben dat denk van... Oh, ik moet mager zijn. Don't erop, man. Ik vind het niks, hoor. Tuurlijk, het zijn ook wel mooie vrouwen. Maar ik hou wel van een beetje vlees gewoon. Lekker tegenaan kletsen en zo. Ja. Koen ook, zei hij. Koen ook, ja. Nee, die zegt ook wel... Oh, je wordt wel heel dunner. Ja? Voelt hij, hè? Nee, ja. Maar ik heb niks meer op vast te houden. Je moet niet hier links? Nee, rechtdoor. En wie doet het met elkaar? Nou, vroeger was het veel meer, hè, dan nu tegenwoordig. Ja, ik krijg gewoon alles niet meer mee. Dat kan ook, natuurlijk. Ik kan ook. Ja. Nee, maar... Het is wel zo, hè? Ja. Ja, het was altijd wel zo. Ja. Maar nu is het, ja, wel minder. Maar misschien ook omdat ik me daar niet zo mee bezig hou. Ik ga er niet meer... Ik heb een beetje degelijk leven gekregen. Goed. Lekker toch? Rust aan je hoofd. Dus geen stress. Lekker, ja, zeker. Lekker weer. Oh, bah. Wat een klote weer. Zomer is voorbij, hè? Ja, jongen. Zeggen ze. Gisteren was de laatste dag. Ik ga naar... Zondag ga ik naar Formule 1. Oh, ik ga zaterdag. Nee, ja. Jammer. Ja, we kregen kaarten van Jumbo. Maar ik had eigenlijk... Ik zou eigenlijk op de zondag, omdat ik dat vorig jaar was een beetje zo afgesproken. Ja. Maar we moeten ook gewoon trainen. Oh, dus je kan ook geen alcohol of zo drinken? Nee, dat doe ik sowieso niet. Nee, hè? Drink je nooit alcohol? Soms. Nee, heel af en toe. Ja. Ik niet, ik elk weekend. Ja? Ja. Maar het is niet zo dat meer, ja, is het een verslaving geworden? Nee, ik vind het gewoon gezellig. En ik, goed, nou, was gezellig. Ja. Doe rustig aan, doe er goed aan Koen. Dat zal ik doen. En dan... Wil je? Dankjewel, schat. De rustig gaat. Nou, hartstikke dank en doe er goed aan Koen. Ja, zal ik doen. Doei. Doei.